gaan het hebben over de Lassonderkerk. Die werd gebouwd in 1927 en na de vuurwerkramp compleet opnieuw gerestaureerd. Bijzonder aan die kerk zijn de glas-in-loodramen. En die zijn erg de moeite waard om te bekijken. Meneer Tinnemeijer, de Lassonderkerk, wat maakt hem bijzonder? In eerste instantie, als je praat over het bouwwerk zelf, is de bouw. Een bouw die een wat Scandinavische invloed geeft. Het is een compleet gebouw, een complete kerk. Met een paar highlights die sinds kort, en dan heb ik het over een paar jaar, ook bezichtigd kunnen worden. Ja, dat klopt. Waarom sinds kort? Omdat wij te maken hebben gehad in eerste instantie met een behoorlijk stuk onderhoud, achterstallig onderhoud. Daarbij kwam de vuurwerkramp eroverheen en toen is er zoveel beschadigd. En voordat dat allemaal weer hersteld was en ook de toren beklommen kon worden, dat duurt een paar jaar. En toen is besloten om, ook in het kader van het feit dat het Rijksmonument is geworden, om dit open te stellen voor het publiek. Mevrouw Geerdink, een van de highlights van deze kerk die zeker het bezichtigen waard is, moet ik zeggen twee van de highlights, zijn die prachtige ramen hier achter ons. Ja. Wat maakt ze zo bijzonder? Het is bijzondere is dat ze gemaakt zijn van stukjes glas. Normaal heb je gebrandschilderde ramen en deze zijn alle enorm veel kleuren door lood en is het een raam gevormd. Wat stelt het voor? We hebben twee ramen, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Ja, het Oude Testament is Mozes. Die kijkt over het land van de toekomst, wat op hem te wachten staat. En het Nieuwe? Het Nieuwe Testament is dus verbeeld het Jezus, die boven alles staat, met boven de wet en de profeten. Links staat Mozes, die de wet in de hand houdt. En rechts Elia, de profeet, die het allemaal voorspelde, maar Jezus staat boven alles. Waar geniet u zelf het meest van als u naar de ramen kijkt? De kleuren en de zoveel verschillende technieken. En dat is toch heel bijzonder. Je blijft kijken? Ja, zeker. Ja. Tweede highlight is de toren met het uitzicht. Vertelt u eens. Ja, je hebt naar alle kanten vrij uitzicht. Er zitten helaas rasters voor in verband met vogels en de bevuiling daarvan. Maar je hebt vrij uitzicht over Enschede tot de plaats in Hengelo en zelfs het Duitse gebied kun je zien bij helder weer. Dus als je een mooie overview wil van deze prachtige gemeente, dan moet je eigenlijk er behoorlijk wat moeite voor doen. Je zult 144 treden moeten beklimmen om een schitterend uitzicht te krijgen. Maar dat wordt beloond dan? Het wordt sowieso beloond. Ja, wat kan ik nog meer van dit gebouw vertellen dan dat ik er met plezier kom?